ik ben een schaap. Ja, en ik zit op jouw schaap. Want vandaag gaan we een schaaprace doen in Roblox. Ja, letterlijk, dat is het doel van dit spel. En we gaan winnen, want we gaan de Robux uitgeven. Als eerste gaan we gelijk autoclick kopen, want zelf klikken... ik ga niet zelf klikken, kom op. Hoppakee, die kopen we even zo op. Oké, als het goed is, klikt die nou dadelijk zo autoclick on. En kijk eens aan, hij klikt uit zichzelf. Zie je die snelheid omhoog gaan? En wat we straks ook gaan doen, trouwens, we hebben al 43 wins. We gaan even één huisdier alvast halen hier. Kijk eens aan. En een... doggy krijgen we, oftewel een hondje. En die hond, die heeft ons plus 100. Nou, hoppakee. En dan gaan we eens even kijken hoe snel we nu al zijn. 811 snelheid, autorun aan. En kijk me, ga dan! Ja, dames en heren, en blijf zeker kijken. Want ik ga steeds meer Robux uitgeven. Ik ga de allersnelste worden. Dit wordt een hele leuke video, geloof mij. Deze paard, of paard, wat zeg ik nou weer? Deze schaap die jullie hier zien, die gaat heel snel. Straks, let maar op. Heel snel, heel snel. Dit wordt de snelste schaap ter wereld. Alleen eerst moet hij even wat winst verzamelen, want ja. Ondertussen dat hij bezig is om voor mij winst te halen, kan ik ondertussen even al in de item shot spieken. Item shop. Ik sprak er niet heel goed uit. Wat kunnen we allemaal kopen? We kunnen een magisch ei kopen. Oeh, dat klinkt heel erg leuk. Keer 2 winst. Dat kan wel handig zijn. Keer 2 kliks. Ook handig. En wat hebben we nog meer allemaal? Wat we kunnen kopen. Oeh, dit is eigenlijk ook wel gewoon nice. Dan hebben we gewoon keer 2 winst. Voor 20 minuten. Laten we die sowieso alvast kopen. Weet je, ik ga sowieso binnen 20 minuten de snelste zijn. Dus ik kan beter deze kopen. Zo, hoppakee. Dan hebben we op zijn minst keer 2 winst. En ik denk dat ik die magische eieren en zo... Ja, ik zie... Dit vind ik ook wel interessant. Keer 50.000. Keer 50.000 is ook wel heel erg dik, hoor. Even kijken. Hoeveel kost het bijvoorbeeld 5 miljoen trofeeën? Oeh, dat is wel heel duur. 1 miljoen trofeeën? Hoeveel kost dat? Dat is ook nog heel duur. Ik snap niet waarom hier 99% korting staat. Want dat is het duidelijk niet. In ieder geval, ik ga op dit moment er nog veel te sloop. 111 wins hebben we gehaald. Dat is echt veel te weinig. Maar met 111 wins kunnen we wel, als het goed is, even kijken. We kunnen dit ei hier kopen voor 95 wins. En dit ei geeft mij een uncommon elephant. Oké, de uncommon elephant. Die geeft me plus 7570. Zich wel ook. Oké, jongens, dit gaat me veel te slow. Laten we hier even dit ei hier kopen. 99 Robux. Ik neem aan dat dit ei wel echt mega goed gaat zijn, toch? Dat moet toch haast wel. Kom op. Geef me even iets lekkers. Geef me even iets goeds. We krijgen een Electro Day 2. Was die een... Dit was de slechtste die je kon krijgen. Maar kijk eens. Die reed mij 5k erbij. En dan gaan we nu autorunnen aanzetten. En dan gaan we nu toch wel een stukje sneller. Ja, we gaan nu zeker een stukje sneller. Kijk eens. Ah, dit is wat ik wilde zien. Nu kunnen we even die winst binnenhalen. Mooi, mooi, mooi. En weet je wat ook nog leuk is? Ik weet niet of het echt zo is. Ja, het is echt zo. Ik sta al eerste. Ik ben nu al de snelste van de server. Ik zei toch, dames en heren, dat wij, dat deze schaap heel snel ging worden. En deze schaap gaat alleen maar sneller worden. Deze Minecraft schaap. Geloof mij, jij bent nu nog op dit moment eigenlijk heel slow. Ik ben wel heel benieuwd hoeveel wins die gaat binnenhalen. Kan ik ook rebirth eigenlijk? Ja, hier, kijk, staat 1 rebirth voor 1000 wins. Hé, dat is wel nice. Ga gewoon bij 1000 wins gelijk rebirth. Ik neem aan dat ik dan mijn pets hou. En ik denk ook dat we letterlijk onze... Ja, ik denk dat we nu al die 1000 wins gaan halen. We zitten al op 900. Ik merk ook, des te verder je komt, des te slomer je schaap gaat. En wat zie ik daar in de verte? Is dat een andere speler? Hé, ik ben tweede. Ik ben niet eerste, maar tweede. Wat? Iemand heeft me ingehaald. Oké, dat kan niet. Ik ga trouwens deze persoon nu letterlijk inhalen. Later, gast. Doei, doei. Noobie. Je kan niet tegen mijn Electro D2. Ik sta weer lekker eerste. En oh, daar hebben we 500 wins. En met die 500 wins gaan we zeker kunnen rebirthen. Kom op. Ja, bang, bang. Let's go. En dan gaan we gewoon die rebirth erin gooien. Hoppakee. En dan zitten we nu op... Even kijken, wat geeft die rebirth eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Ik neem aan dat die rebirth mij iets goeds geeft. Wat ik trouwens ook nog niet heb gedaan, is aan het rad gespind. Kom op, geef me iets goeds. Kom op, kom op, kom op. En wat krijgen we? You got a wind boost. Oh, heb ik nu nog een wind boost gekregen? Wacht, even kijken in de shop. Ja, wajo. Nu heb ik voor 40 of voor 36 minuten. Ah, bij 5 rebirths kan ik naar de desert. Oké, dat is wel heel sick. Wat hebben we hier eigenlijk? Deze hier. 198 popcat. Is die popcat goed? Weet je, of is deze beter? Ik weet het niet. Ik ga gokken. Ik wil die popcat hebben. Ik wil nog sneller worden. En anders kopen we ze gewoon allebei. Hoppakee, let's go. De popcat. Hoppa. Legendary popcat. Hij ziet er ook wel heel leuk uit. En die geeft mij plus 25.000. Oké, dit was een hele goede aankoop. Kijk eens aan.
zijn we nu echt al mega snel. Kijk dan, die was beter dan deze. Deze was wel beter. Deze kostte... Hier kreeg ik 50.000 bij. Nou, ik weet niet of dit echt een goede deal was. Oké, okay, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Let's go! Oké, okay, we zijn overduidelijk echt heel erg veel sneller nu. Dit is echt niet normaal. Kijk, we gaan dan. Ik haal echt iedereen in. Ik sta nu derde, maar ik sta nu al tweede. En ik denk dat de eerste plek ook binnen no time binnenkomt. En ik besef... Oh, ik krijg nu zeg maar keer 4. Kijk, ik krijg nu keer 4 aantal wins. Ik sta nu al eerste. Ik heb nu al 1700 wins. Oké, okay, ik denk dat we even snel voor die 2000 moeten gaan. Wat ik hier trouwens kon doen. Ik kan hier op de home knop drukken. En dan ga ik hier opnieuw. Zie je dat? En ik denk dat dat wel slim is. Want dan kunnen we heel snel die 2000 wins binnenslepen. Zo, hoppakee. En dan hebben we... Nu... Oh, net nog niet. Nu de 2000 wins. Kijk eens aan. Dan doen we opnieuw rebirthen. En dan zetten we deze pets gelijk weer erin. Hoppakee, equip. En ik weet niet waarom dit ding helemaal bukt. Dat is niet de bedoeling. Kijk eens aan. Hoppakee. Nu krijgen we dus nog meer wins. Ja, wat... 5 wins krijgen we 30 wins voor. Dus het gaat nu keer 6. Dus elke keer als ik rebirth gaan de wins keer nog meer. Dat is wel heel overpowered. En de Robux huisdieren die blijven dus gewoon als ik rebirth. Dat is wel, dat is gewoon vals spelen dit. Maar hey, ik klaag niet. Ik vind het helemaal prima om vals te spelen. Ik vind het echt top. Ik zit nu al letterlijk op de... Ik ga nog een keer kunnen rebirthen. Ja, daar gaan we dan. Hoppakee, kunnen we nog een keer rebirthen? Waarom ook niet, joh. Hier, even kijken. Dan schakelen we die pets weer even in. Hop. Oké, okay, en dan slepen we weer even wat winst binnen. Zoals je ziet heb ik al 3 rebirths. En ik ben veruit de snelste van de server. Dus ja, ik ben nu denk ik al heel erg goed. Maar we gaan alleen maar beter worden. We willen namelijk even de 5 rebirths halen. Zodat we sowieso naar de desert kunnen. En we kunnen hier trouwens ook... Oh, bij elke rebirth kunnen we hier blijkbaar ook dingen doen. Ik weet alleen niet wat ik hier allemaal kan. Ik denk dat ik hier gewoon voor winst ga, denk ik. Oh, daar kunnen we niet nog één kopen. Dan kunnen we ook voor gems en wins gaan. En dan gaan we denk ik nu maar weer gewoon autorun aan. En let's go! 3, 2, 1. Sleep die wins binnen, Mick. Kom op. Doe het. Yeah. 4000 wins hebben we nodig om te rebirthen. Ik denk dat dat aardig snel... dat we dat aardig snel hebben. Oh, jongens. Ik was eventjes niet aan het opletten. En we zitten letterlijk al op de 9000 wins. Nu zit ik dus te twijfelen. Want ik kan ook even een... Ik ga rebirthen. Want die huisdieren gaan natuurlijk weg als ik rebirth. Dus ja, ik kan net zo goed rebirthen. Hier, hoppakee. Ik ben best. Let's go. Hoeveel hadden we nu nodig? 5000 wins. Oké, als we nu nog even 5000 wins kunnen halen. Dan hebben we dus 5 keer gerebirth. En dan kunnen we... naar de nieuwe wereld. En daar ben ik heel benieuwd naar. Jongens, als je Robux uitgeeft, gaat het echt een stuk sneller. Jullie zien het. Dit is echt niet normaal. Ik krijg letterlijk hier... Wat? Normaal krijg je 250 wins. Ik krijg er 2700. Dat is echt insane veel. En daar gaan we dan. Dan kunnen we weer rebirthen. Ja, let's go. Hoppakee. En dan stoppen we nu. En dan kunnen we naar de desert. Yeah, we gaan naar de pro-wereld. Oké, eens even kijken. Wat kunnen we hier? Ik ga hier gewoon gelijk even mijn pets hier gebruiken. Hoppakee. En dan gaan we hier eens even... Even kijken hoeveel winst we hier wel niet kunnen binnenslepen. Zoals je ziet gaat het al een stuk minder snel. Dit geeft 1... Oh, oké, dit geeft 1300 winst in één keer. Oké, 2 winst geeft al 6... Oké, dit gaat heel snel in deze wereld. Oké, dit bevalt me wel. Alleen hier kost het 700k. En we kunnen hier iets kopen. Oké, ik denk dat we deze gewoon moeten kopen. Laten we heel eerlijk zijn. Dit is in de nieuwe wereld. Dit kan je normaal niet kopen. Dit kan je alleen in de nieuwe wereld kopen. Dus ik denk dat King Cactus wel heel erg goed gaat zijn. 83.000, precies wat ik dacht. Oké, dit is echt absurd. Oké, dit gaat echt dadelijk heel snel. Ik heb 120.000 snelheid op dit moment. Even kijken, wat kunnen we hier nog doen? We kunnen een golden... craft. Oké, dat gaan we niet doen. Dat is te veel risico. Oké, laten we eens even kijken. Hoppakee, daar gaan we dan. Auto run aan. En daar ga ik hoor. Kijk dan. Oké, nu gaan we heel snel kunnen rebirthen. Hier, hoppakee. Dat is weer een rebirthje erbij. Even kijken hier. Dit ik weer best. Hartstikke idee. En dan dit even aan en uit. Dit even aan en uit. Kom op, kom op. Waarom bukt die? Dit kost tijd. Oké, je moet gewoon even wachten. Let's go. Hoppakee. Oké, dit gaat wel heel snel dadelijk. Ik heb 7000 wins nodig. Maar op dit tempo heb ik dat nu al. Ja, hoppakee. Dan moet ik blijkbaar dus... Oké, nu gaat het wel in één keer goed. Ik heb best hartstikke idee. En dan gaan we weer hoor. Hoppakee. En dan kunnen we weer rebirthen. Het gaat echt niet normaal snel nu. Oké, dit weer aan. Ik heb best. Oké, jongens. Weet je, ik ga dit gewoon eventjes doen. En ik zie jullie straks wel weer. Want ja, ik denk dat ik nu heel vaak achter elkaar kan rebirthen. Je ziet letterlijk hoe snel het gaat. Oké, we zijn een stukje verder. En oh, net niet. Net niet.
niet. Ik word net gestopt, zoals je ziet. Maar we kunnen bijna onze 25ste rebirth doen. En dan kunnen we dus naar het junglegebied. Ja, ik ben letterlijk 3 minuten bezig geweest. Het is echt niet normaal hoe overpowered we zijn. Het is echt absurd. Eens even kijken. Zo, hoppakee. We moeten even de snelheid hebben. Want straks gaan we kunnen rebirthen. En dan kunnen we naar de jungle. En ik ben heel benieuwd naar de jungle. Dan gaan we al gewoon weer letterlijk naar het volgende gebied. Ik zei toch dat we super overpowered werden. Nou, kom op. 3, 2, 1. Let's go! 3, 2, 1 nog een keer. Oké, dan. Ja, let's go. Oké, er staat go. Nou, go dan. Ja, let's go. Oké, daar gaan we dan. 11.000. En 22.000. En nog eentje. En dan hebben we 25.000. Kijk eens aan. Oké, en dan kunnen we de pets weer equippen. En dan gaan we naar het junglegebied. OMG, dit is wel heel vet. Een ei kost hier 5 biljoen. Dat is echt heel erg veel. En eens even kijken hoeveel winst we hier kunnen halen dan. We gaan hier heel slow. Ik had niet verwacht dat we zo slow gingen hier. We zijn gewoon letterlijk noob in het junglegebied. Oh, dit is wel heel erg triest. Wat ik trouwens ook heb achtervonden is dat ik een nieuwe schaap kan kopen. Mijn schaap is nu blauw. Het doet helemaal niks. Maar hey, eens even kijken. Ik zie daar win nummer 1. Ik hoop dat dat heel veel winst geeft. Als dat nou gewoon één keer... even 50.000 na 100.000 misschien. Dat zou wel leuk zijn. En het is 114.000. Oké, dat is wel ziek. Ik weet niet of ik bij de andere wereld meer verdien in die tijd. Maar dat is wel heel erg veel. Als ik hier nou een beetje snelheid zou hebben, dan zou het wel fijn zijn. Alleen, ja. Mick, ga eens door. Je bent opeens heel erg sloom. Dit is niet de bedoeling. Kom op, bro. Kom op. Oké, daar gaat de volgende. Ja, kom op, kom op, kom op. Ja, 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 bijna. We zijn er bijna. En ik neem aan dat we dan iets van 300.000 krijgen. Of 240.000 of zo. 228.000. Oké, en nu gaan we echt heel sloom. Oké, dit is echt niet te doen. Eens even kijken. Jongens, dit ei gaan we ook echt nooit kunnen kopen met dit tempo. Wacht eens even. Ik ga eens hier even... je niet 5... Oké. Ik teleporteer even naar de span. Hallo, span. Eens even kijken. Hier wil ik niet zijn. Ik wil hier zijn. Zo. Wacht trouwens. Ik kan hier wel even iets doen. Wat kunnen we hier doen? We kunnen dit upgraden. Hoppakee. En dan kunnen we dit nog upgraden. Ik heb geen idee wat dat doet. Boeien. Zo, hoppakee. Oh, blijkbaar zorgt dit ervoor dat we meerdere rebirths in één keer kunnen kopen. Dat hebben we dus net geüpgrade. Dit is, bro, in één keer Bro, dat is zo overpowered. Ik kan nu in één keer 5 rebirths doen. Dat is wat die kristallen doen. Oké, dit... Oké, wacht. Hier, ik heb nu weer 5 van die. Oké, ik moet er nu 10. Oké, wacht. Dit is echt heel OP. Dit is echt heel OP. Wacht. Ik had dit niet verwacht. Wacht, even kijken. Want nu kost de... Oh, auto run on. De volgende rebirth. 5 rebirths kosten 155.000 wins. Maar op dit tempo gaat dat echt heel snel. Hier, kijk eens aan. 155.000 wins. Hier, hoppakee. Dan ga je hier nog een keer doorheen. Dan zit je al op 145.000. En dan ga je er dadelijk nog een keer doorheen. En dan zit je al op 155. Nou, misschien wel veel meer. 200 nog wat duizend. Hier, kijk eens aan. Zo. En dan kunnen we gewoon weer... Dan kunnen we letterlijk 5 keer rebirthen. Dat is echt veel in één keer. En kijk, nu kunnen we dus... Want nu hebben we 11 van die kristallen. Als we dan nu teruggaan naar de span... Dan kunnen we dus onze rebirths upgraden. Kijk eens aan. Hoppakee. En dan kunnen we nu in één keer 10 rebirths kopen. Wow, yo, gek. Oké, dat had ik niet zien aankomen. Misschien kan ik op deze manier dan wel heel snel winst krijgen. Want rebirths zorgen ervoor dat we heel veel sneller geld verdienen. En kijk eens aan. 402.000 winst. Hartstikke idee. Hoppa. Dit is wel nice. We hebben nu al 45 rebirths. Jongens, waarom wist ik dit niet eerder? Dit is echt een lifehack. Kijk hoeveel geld ik nu verdien. Hier, hoppakee. Dit is echt absurd. Alleen, het wordt wel een beetje heel duur. 460.000 winst voor weer wat rebirths. Het is wel expensive. Maar dames en heren, ik heb 113.000 snelheid. Ik heb 45 rebirths. Ik denk dat ik wel de snelste schaap ooit heb. Wil je nou nog meer Roblox zien? Klik dan snel op deze video. Doe ook even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want er komt elke dag een nieuwe video. En dan zeg ik Mick out.